Hallo allemaal. Ik heb voor voor de Secret Santa heb ik een soort vintage folder gemaakt. Ik had iemand getrokken en daar had ik naar gekeken. En die had wat prints, een beetje grungy-achtige prints gemaakt. En dat was zeg maar mijn inspiratiepunt. Ik bedacht toen, ik ben gek op jellyplate afdrukken maken. Die liggen allemaal in een la, die gebruik ik eigenlijk zelden. En daarom wilde ik die gaan gebruiken. De folder is van de HEMA. Die heb ik verknipt tot nou ja, een folder die ik dus hier heb. En alle achtergronden zijn jellyplate prints die ik heb gemaakt. Deze papieren kralen zijn ook van jellyplate prints. En voor de rest ja, heb ik wat stansen gebruikt en wat teksten van Tim Holtz en frames van Tim Holtz, poppetjes van Tim Holtz. En ik heb het zeg maar opgebouwd. Dus daar beginnen we mee. Dan kan je hem open doen. Dus het zit natuurlijk net in elkaar. Zo. Even kijken of ik goed in beeld zit. Ja. En dan kan je. Deze open doen. En daar zitten dan, hier zit een sleuteltje aan, hier zit knoopjes, hier zit een vleugeltje, hier zit text love. En dan heb je hier een tag en er staat Let me overthink this. En hier staat bij Moonlight, is een soort motje-achtig vlindertje. En aan de binnenkant staat Hang On. En dat ook hier weer de achtergrond Jellyplate. Hier ook de achtergrond Jellyplate. En wat spullen van Tim Holtz gebruikt. Er zit dan dit in. Dus papier van Tim Holtz met een tagje van Elizabeth Craft Design uit een folder van Tim Holtz. Stempels zijn ook van Tim Holtz. En dan de achterkant is weer een folder van Tim Holtz en wat foto's. Die heb ik bewerkt met alcoholinkt. En de achtergrond is weer een jellyplate met wat stempels erop. Dus die hoort daar zeg maar in. Dan kan je deze uitklappen. Gaan we eerst wel even de bovenkant doen. Er zit een kwastje aan met een tekje. Hier zit een tekje met een druppeltje eraan. Dat kan je dan zo losmaken. En dan zit daarin. I've got it all together, but I forgot where to put it. Dus dat is er eentje. En dan als je deze openklapt, heb je ook weer een dingetje met wat kwastjes erboven. En dan Not my circus, not my monkeys, my monkey fly, my monkeys fly. Dus ook een jellyplate achtergrond. En hier staat Art washes away from the soul, the dust of everyday life van Pablo Picasso. Een quote. Nou, dan gaan we naar deze pagina. Daar zit ook een. Het is de bedoeling dat er nog allemaal dingetjes in komen. Die laat ik zo meteen zien. Hier kan je zeg maar het een en ander in doen. En daar staat hier Be you bravely. En op de achterkant heb ik, oh, zo moet die, heb ik wat gestempeld met ticketstempels van Tim Holtz. En er staat Make it happen. Nou, die gaat dan daarin. En als je hem dan open doet, heb je deze. Deze bloemen zijn van Unity Stamp Design. En dit zijn weer mijn jellyplate afdrukken. En hier zit weer een ding in. Hier kan je weer, zeg maar, is weer een klein foldertje. Kan je weer spulletjes instoppen. Er staat Adventures Await You en Seek. En die papier is van
van, oh, dat weet ik eventjes niet meer. Nou, daar kom ik vast wel weer op. Deze dingen zijn voor de rest van Tim Holtz. En hier staat Be Brave. Dus dat is de achterkant. Nou, dan heb je deze. Daar kan ook van alles ingestopt worden. Kijk, hier kunnen dus zometeen allerlei spulletjes ondergeschoven worden. Merk ik dat er een hokje vastgelijmd is. Nou, dat moet ik even losmaken. En er staat, life is not a fairy tale. If you lose a shoe at midnight, you're drunk. Dat vond ik wel grappig. Even kijken hoor. En dan krijgen we de rest. Dat is deze. Dat is ook een jelly plate afdruk met alcoholinkt. Die glimmende zijn allemaal met alcoholinkt en pearls en dat soort dingen erin. Dus dan krijg je zo'n afdruk. En hier zit zeg maar een folder hier. Dus hier kunnen straks allemaal dingetjes in. En dit zijn zeg maar restjes die ik dan heb opgebouwd waar hij dan op zit. Nou, dan heb je deze. Dan hebben we deze. En daar zitten wat tekstjes in. Hier ook. En hier, als het goed is, moet er nog eentje in zitten. Maar die zit er niet in. Moet ik even opzoeken. Dus daar zitten tekstjes in. Aan de andere kant. Bij de tickets zitten allemaal tickets. Zoals je hier ziet. Dus die zitten daarin. Dan hebben we. Even schuiven. Hierin zit zijn envelopje. Zijn lege tag die ze zelf kan maken. Dit is ook nog een envelopje. Die ze zelf in elkaar kan zetten. Met nog een tag die ze kan gebruiken. En dat is deze. Dan doen we die even weg. Dan komen we aan deze kant. Daar zitten geen goodies in. Het is alleen deze tag. En deze tag. En dan zit deze kant is leeg. Dan gaan we hier naartoe. Dit is eentje die ik zelf heb gemaakt. Er zitten geen goodies in. Dit is een lege tag die ze zelf nog kan versieren. Een soort dubbele tag. En dan heb je dit. Dat is de envelop vol met spulletjes. Dit is een grote paperclip met spulletjes eraan. Deze kan open. En dan zit er van alles in. Een washi tape. Nog meer washi tape. Ik hoop dat ze een beetje van steampunk houdt. Wat tickets. Nog meer tape. Een stukje folder. Cijfers. Nog wat papier. Een bingo kaartje, een woordenboek, vreempje, nog een kaartje en een dingetje. Die zit hierin. Kijken of er nog meer in zit. Ja, er zit nog meer in. Nog wat doorzichtig tape, ding, spul wat je kan gebruiken. Nou, dan gaan we naar de volgende. Dit is alleen een tag. En dan gaan we naar de spulletjes die hierin zitten. Dit is een stans van een Lisbeth Craft Design. Die is net nieuw. Deze dingetjes ook. Nou, schiet erin. Zitten hier allemaal. Kom op, eruit. Nou, ik moet even mijn pincet pakken.
Nou, waarom wil ik niet? Het is een beetje te veel gestapt erin. Ja. Dit zijn cijfers. Zijn de nieuwe stansen van Elizabeth Craft Design. Die ik heb gebruikt. Kijk. Dus die zitten er ook in. Nou, dan is die leeg. Dan doe ik het eventjes aan de kant. Oké, dan gaan we de andere helft open doen. Oh. Oh, ik had hier ook nog wat onder willen stoppen. Oh, ik had mooi die tag dan onder stoppen. Ja. Zo, zit er iets onder. Dit zijn tagjes. Of nou ja, dingetjes, tagjes, van alles. Dit is weer een lege tag. Die zaten dus daar allemaal in. Dan krijg je hier, heb ik wat kleine spullen. Wat ik nou mijn pincet hier. Die. Allemaal wat klein spul voor in je art journal of wat dan ook. Dus die zat daarin. En dan doe je hem open. Die heb ik van iemand anders ooit gehad. Dus die geef ik door, zeg maar. Deze hebben we net gehad. Nou, dan komen we aan de bladzijdes. Dit is een folder waar je deze uit kan halen. Kijk, die zit dan zo. Dit zijn weer stansen van Elizabeth Craft Design. Dit zijn stempels van Tim Holtz. Ik heb een oud laken heb ik geverfd met distress paint en daarop gestempeld. En hierachter heb ik een soort vierkantachtig collage gemaakt. Met allemaal tekst als friends, soulmate, together, loyalty, belief, freedom, fun, independence, dedication en love. Dus die past dan daarin. Dan hebben we een ander foldertje. Dit is zeg maar een blanco tag die ze dan, degene die het krijgt, nog zelf kan doen. Met een leuk dingetje eraan van love. Even kijken hoor. Kijk. En die kan je, het is een soort dubbele tag. En die kan je zeg maar hier half onderschuiven, zodat die blijft hangen. Dit is zeg maar iets waar je blijft hangen. Deze stempels zijn, weet ik niet, heb ik op een beurs gekocht. En de achtergrond is weer jelly plate. Echt alle achtergronden zijn jelly plate. Dit is zeg maar een stans en de stempel van Tim Holtz. Dus dat is die. Dan heb ik deze. Deze is eigenlijk het minst zeg maar, waar ik aan gewerkt heb. Dit is papier van Stamperia. En daar heb ik een folder van gemaakt. Of tenminste een envelop van gemaakt. Die je dan open kan doen. En er hoort eigenlijk nog, maar anders kon ik hem niet openmaken. Oh. Deze hoort dan nog zo hier aan vastgemaakt worden. Dus dat is dan, zal ik nog even laten zien. Daar zit dan hier ook weer met een sleuteltje, met een spulletje, een paperclipje. En er staat hold on tight to your dreams. Nou, dan doe je deze open. Er staat curiosity, found en lost. En dan kan je hierin, het is een envelop, kunnen ook nog spulletjes komen. Die kan je er dan in doen. En dan kan je deze weer dichtmaken en er zit hier dan een klein gereedschapje aan, omdat het een beetje nou ja, steampunkachtig is. En daar heb ik ook hier met allemaal dingetjes aangemaakt, zoals een klokje en een wijzertje en een sleutelhangertje en een schaartje en wat radertjes en dat soort dingen, om het een beetje ja, steampunk te maken. En nog een pennetje. En dit is dan de achterkant, staat collection, shipment, collect. En dan weer stansen van Elizabeth Craft Design. Nou, weer een nieuwe pagina. Dit is een stempel van Tim Holtz. Die heb ik
op de pagina zelf gestempeld, maar ik heb hem ook zeg maar apart gestempeld en dan uitgeknipt, zodat het, nou ja, zodat het net lijkt of hij vliegt. Met wat tekst erbij. Cole's answer day or night in the shadow of the trees. And fragile, do not drop, handle with care. And gathering of enormous forces. En daar hoort dan deze bij, die is meer botanic. Die heb ik dan gemaakt met een collage van allerlei spulletjes. En er staat hier een uninvited guest. En dat bedoelde ik eigenlijk verwijzing naar de mot. En op de achterkant kan je eventueel, dus een stempel van Elizabeth Craft Design. En daar kan je dan, daar zou je iets, een planning op kunnen maken. En daar staat bij Written in the Skies. Dus dat, die hoort daar. En als je dan omslaat, dan heb je hier Story, Selfish. Dat is zeg maar met stansen, radertjes en een hamer en dat soort dingen. Maar hier zitten zeg maar foldertjes in. Ja, het is een beetje lastig te zien. Het is een soort harmonica dingetje. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Een soort harmonica dingetje. Waar je dan allemaal vakjes waar je wat in kan stoppen. Dat is die kant. En dan kan je deze losmaken. En in deze zitten, hier zitten blaadjes. Hier zit handmade. Oh, ik had hier ook nog wat onder willen stoppen. Oh, ik had mooi die tag dan onder stoppen. Ja. Zo, zit er iets onder. Dit zijn tagjes. Of nou ja, dingetjes, tagjes, van alles. Dit is weer een lege tag. Die zaten dus daar allemaal in. Dan krijg je hier, heb ik wat kleine spullen. Wat ik nou mijn pincet hier. Die. Allemaal wat klein spul voor in je art journal of wat dan ook. Dus die zat daarin. En dan doe je hem open en dan zit hier ook nog van alles. Dat is weer washi tape met cijfertjes. Nog meer cijfers. Dat zit daarin. En dan heb ik hier nog papier. Deze. Dit is van het doorzichtige. Is doorzichtig met bloemen. Wat tissuepapier van Tim Holtz. En dat was het. Dus dit krijgt diegene allemaal van mij. En ik hoop dat ze het leuk gaat vinden. En anders geeft ze het maar weer aan iemand anders die het wel leuk vindt. Gewoon lekker doorgeven. Oké, dankjewel. Van Elizabeth Craft Design. En daar kan je dan, daar zou je iets, een planning op kunnen maken. En daar staat bij Written in the Skies. Dus dat, die hoort daar. En als je dan omslaat, dan heb je hier Story, Selfish. Dat is zeg maar met stansen, radertjes en een hamer en dat soort dingen. Maar hier zitten zeg maar foldertjes in. Ja, het is een beetje lastig te zien. Het is een soort harmonica dingetje. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Een soort harmonica dingetje. Waar je dan allemaal vakjes waar je wat in kan stoppen. Dat is die kant. En dan kan je deze losmaken. En in deze zitten, hier zitten blaadjes. Hier zit handmade.
een ankertje met een wieletje eraan. En hier staat Forever. En dan hebben we deze kant Poison met een insect erbij. En aan die kant gewoon een plaatje. En deze kant Life is Good met een typemachine met typeletters en stempel en dat soort dingen. En dit is hoe je hand kan lezen, dus vandaar Life is Good. En dan doe je hem open. Doe ik hem wel even zo. Er staat de Handle with Care. En dan een beetje een herfsttafereeltje. Dan krijg je deze pagina. Daar zit een chipboard-achtig iets van Tim Holtz. Die heb ik bewerkt met alcohol inkt, omdat ik hem te clean vond. En ik wilde de kleuren die, zeg maar, die je hier ziet, die blauwige kleuren en zo. En toch ook het rood van de ondergrond wilde ik terughalen. Dus die heb ik bewerkt met de alcohol inkt. En dan komt hij er zo uit te zien. En dan doe je hem open. En dan, deze zijn van Elizabeth Craft Design. Deze is van Tim Holtz. Elizabeth, allemaal. Even kijken hoor, Our Story. I didn't realize we were making memories. We just knew we were having fun. The Good Life, Just Breathing. Een jonge heer die daar staat te wachten. Hier staat Dwell in Possibilities. Dan doe je hem open en dan krijg je dit. En dat zijn twee stansen. Ik dacht van Elizabeth Craft Design, maar ik weet het niet zeker meer. Die hier in ieder geval wel. En daar kan je tekst in doen. Die zal ik straks laten zien. En remember this staat er. Dan hebben we deze. Dit is Wonder. Time limit hour, 2 hours. En dit is een... is die weer die gepakt? Nee. Hier, dit is ook een envelopje. Daar kan je ook wat in stoppen. En aan de andere kant hier zit ook een envelopje. En even kijken. Oh, ook een envelopje. En daar staat... You can do anything, but not everything. En dan deze is... In My Heart. Dus twee mensen die gezellig staan te wachten samen. En daar kan je, dit is ook alweer een foldertje waar je allerlei dingen in kan stoppen. En dan als laatste kan deze dicht. Die kan dicht. En dan heb je de achterkant. Genuine. I admit that my weirdness is above the rational average. National average. But I'm comfortable with that. Nou, dat geldt wel een beetje voor mij. Ik ben af en toe wat debiel. Maar ik vind het leuk om dingen te maken. En ik hoop dat degene die dit ontvangt het ook erg leuk vindt. Ik heb er lang over gedaan. Elke dag veel uren aan gezeten, omdat ik het ook gewoon heel erg leuk vond. En het werd steeds meer, wat ik eigenlijk niet wilde, maar dat gebeurde wel. Maar ik heb genoten en ik hoop dat het overgekomen is.